Goedendag mensen, Henk de Haan hier. Ik ben hier in de catacombe van FC Groningen. Oké. En ik heb een rubriekje mensen. Hoe is het met? Hoe is het met? Ga ik een interview met hem, een oldspeler of een FC Groningen of Veendam, een noordelijke voetbalmens. In de eerste keer mensen, Bert Zuurman. Bertje, mooi. Goedendag. Kom in je licht, man. Ben je licht? Bert, jij was een jonkie van 16, 17 jaar, blij aan. Toen wist je opmaakt door de scouts van FC Grun en vertel, toen kwam je bij FC Grun, Bert, vertel me nou. Nou ja, eigenlijk zoals toen het zes denk ik, was bij ACB en ja, ze kwam inderdaad langs en ze vroeg een keer en van ooit naar de komt ander en veel was ze bij FC Grun in de jeugd. 16 jaar? 15. 15 jaar bij FC Grun, niet te geloven, geweldig ja. En dat was toen al 17 jaar dat ze in de basis stond, dat was toen met nou. Rom was 17, maar toen was ook 17 bij FC Grun. Ja, ongeveer dezelfde carrière. Dezelfde carrière, ja, oké. Nee, zonder gekheid. Ja, ik was eigenlijk net 18 toen ik in de basis voor het eerst ging opdouwen. Volendam? Volendam thuis, eigenlijk een week tevoren al mijn debuut maar in de Kuip, een paar minuten. Lachen. En op een gegeven moment mocht ik meer dan in de basis, mooi. Vanwege blessure natuurlijk. En Betty, doe vast wel flamboyant ook een beetje Zuurman in die periode. Johan en Kiek, wat staat hier? Dit is het... Maar zo mensen, wat pluk je hoor, heb je zijn eigen hoor, joh. Oi, Bertje, we zijn groot, joh. Fantastisch, fantastisch. De man met de blonde manen. En wat een top is, was met voetballers natuurlijk, hè. Maar wie kijkt nog even, alleen hier. Milko Durowski. Jongen. Ja, dat was echt een... Ze namen ook wel de magie, maar die kon natuurlijk fantastisch voetballen. Ja. Dat was geweldig. Fantastisch, hè? Ja. En toen, hoe lang heeft u dit eerste voetbalteam bij FC Groningen voetbalteam in ik heb drie jaar zeg maar onder contract staan. Ja? Dus eigenlijk drie seizoen. Ik ben er ook nog een keer een half jaar van verhuurd geweest aan Heracles. Oké. Maar ja, ik maak wel mijn debuut en dat was wel best wel een belofte. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik net te keurt voor dat niveau. En toen Bert, toen bist u welke jaar best opgegaan? Hoe ben je gewoon? Ja, ik ben eigenlijk een beetje op het niveau was toen ook op voetbalwedstrijd. In de eerste divisie loopt te haken. En, leuk. Ja, bij verschillende clubs, waaronder Heracles, die was dan de eerste divisie. Ja. Veendam natuurlijk, Poijoor, Zwolle, Eindhoven, Emmenheim, Top Bosch nog. Ja, dus ik heb wat clubjes. Ja, maar ik heb ook een kijken, ook even van, was toen half over de voetbalzes. Dus Roem 300 wedstrijden had en dus in totaal 99 doelpunten scoort. Dat is niet niks meer, dat is een 1 op 4. Hè. Dus, of 4 op 1, dat is niet verkeerd, beetje meer. Dat is geweldig, op 3. Ja. Dat is toch top? Ja, ik maakte wel eens een poort, maar ik heb wel een poort seizoen dat ik goed scoorde, maar ook een seizoen dat ik net nooit... 100 jongen, 100, binnen 100, geweldig natuurlijk. Oké, Bert, dat stopt het voetbal, maar toen stopt Top Os. Ja. Dat was Hans de Koning, was de trainer. Dat was een leuk verhaaltje, vertel je, hoe zat dat ook maar weer? Ik was in mijn laatste jaar was ik natuurlijk nooit al te fit meer. Nee, maar drie voor daar een jaar voor een aanvaller, dat is niet niks. Nee, zo. Maar ik was de hele week aan het trainen, zodat ik in het weekend maar weer bij kon wezen. Om even maar eens invallen, met te doen, dat er allemaal gebeurde enzovoort. Ja. Maar goed, dat wilde ik nooit langer, want spierblessures en dat soort dingen allemaal. Dus ik ging naar de trainer, ik zei, trainer, dit is het geval, ik zie het eigenlijk niet meer zitten om op die manier nog een jaar door te gaan. En we zijn trainer? Ik denk er al om te stoppen en de trainer zegt, dat is een goed plan, Bert. Dan bist u trainer worden, Bert. Dan bist u trainer worden. En met je de oefenmeester 3, oefenmeester 4 of 1, 2, noem maar op. En nou bist u wereldcoach. Nou, KVB, vertel dat even hoog overleuk. Nou ja, ik ben docent bij de KVB World Coaches, waar eigenlijk een sociaal-maatschappelijke overdom van de KVB is. Ja. En dat vindt overal plots behalve in Nederland. Dus ik vlieg de wereld een beetje rond om allerlei. Waar is toen zo al zeten, Bert? Nou, ik begon in India. Dat was weer een ander project, een Koyo Zeet, maar Afrika. Ja, verschillende landen in Afrika. En, ik kan ze allemaal opnemen, maar er zijn ook wat landen inmiddels, een stuk of 20. En zondag, mensen, ga je weer in vliegtuig. Waar gaan ze toen nou in, Bert? Nou ja, ik ga naar een prachtig Caribisch gebied, waar ik al een project heb vanaf begin 2020. Dat duurt 5 jaar, van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waar ik voetbal als middel gebruik om kinderen meer in de wing te krijgen, waardoor is behoorlijk wat overgewicht. Precies. Dus ik ben kader aan het opleiden, dus coaches aan het opleiden. Dat je vervolgens ook nog eens een keer een licentie
kan krijgen bij de CONCACAF. Dat is dan, ja, zeg maar de UEFA. Van Afrika of van Amerika. Midden- en Noord-Amerika. Precies, ja. Ja. Dus doe met mijn best. Dus dan eerst zeven weken ga je in Dijkanen op, Caribisch gebied. En die komt je weer terug. En dan is dan weer plan, was het alweer, was toen Volk Jongen in gaan stellen? Of is allemaal over? Nou ja, er zijn allerlei projecten, maar het is natuurlijk on hold vanwege de COVID. Maar in principe hebben we een heel groot project in de noordelijke Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. Ja. Ook in het Caribisch gebied gaat het daar een andere deur. Maar Betje, ben er vacatures? Wie wil nou allemaal aan de slag voor de wereldcoaches? Ja, ik kreeg wel heel veel teuren van, oh, dat is mooi. Ja, dat is wel. Maar dat wordt wel waakt, hè. Ja, dat geloof ik ook zeker. Ja, nee, maar door, ja, er zijn in principe geen vacatures. Je moest natuurlijk wel die trainingsdiploma's hebben. Je moest docent wezen bij de KNVB. Precies. En je moest wat ervaring opdoen in dat internationale sociale werk. Ja, wel, ja. Het is nou ja niet voetbal. Dat bedoel ik. Mensen, dat was even How is Matt? Dat is uur, man. Dat die vlucht de halve wereld over, mensen. Ik vond het ontzettend leuk om met Bert even te praten over zijn carrière en zijn trainingscarrière en waar hij op dit moment doet. Mensen, tot de volgende keer. Met je, ciao. Ciao. Mooi. Joehoe.